Maniak. Oké, okay, die volgt mij. Oké, okay, die is mij volgen. Vliegschool. Oh my god. Oké, okay, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, 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 hij volgt mij. Mensen, hij volgt mij. Weg, weg, weg! Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Oh my jong. Bij een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved hier op de gewone map Eiland. En vandaag, zoals ik in de vorige video had verteld, zouden we een Spinosaurus hebben. Ik had het jullie beloofd. Dus ja, welke benodigdheden heb je nodig voor de Spinosaurus te kunnen tellen? Uitzonderlijke kibbel, denk ik. En dat maak je met deze middelen. Ik zal een screenshot maken of gewoon even op laten staan. En dan zien jullie wat we moeten maken. Ik ga het even aansteken, maar het moet er normaal in een paar minuten zijn gemaakt. En wat we nog nodig hebben is een Spinosaurus zadel. Lijkt me wel logisch, anders kun je er niet op rijden. Ik denk dat ik die al in mijn inventory heb. Ja, zie, hier, Spinosaurus zadel. En dan hebben wij een trap nodig. Ik denk dat wij nog stenen dingen hebben. Ik weet niet precies. Normaal gezien wel. Even zien, dat zijn stenen muren. Anders maak ik er wel. Dus. Ja, hier is 15 stenen muren. Ik heb. Nou, ik heb denk ik één ding niet. Dat zegt wel. Wat doe je hier nog? Ja, maar het maakt niet uit. We zullen straks wel de trap maken voor de Spinosaurus. Het is eigenlijk ongeveer hetzelfde als hoe we onze Allosaurus hebben getrapt. Hier staan ze eigenlijk. Ik heb nog geen naam gevonden voor die twee, maar wel voor die. Oh, het spel lek. Wel voor die, ik heb een naam voor haar. Eens kijken. Options. Sterkjes hier. Naam. Blackback. Ik weet niet of jullie dat zien, maar ik kon een mooie rode. En dan hebben we hier onze schildpad en dat is. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar onze base is ook geüpgraded. Hier zo, daar. Daar. Met muren en al. Gewoon omdat ik een mod had gedownload. NPC, Primal of Primal NPC, ik weet dat niet meer. En dan stonden er computergestuurde mensen. En die kunnen beestjes maken en nu reden. Daarom heb ik mijn beest even geüpgraded. Eens kijken, hoe is dat met kibbel hier? Ik heb al twee kibbels hier. Dat heb je gewoon nodig voor kibbel te maken. Ik weet niet hoeveel kibbel ik Spinosaurus nodig aan de. Maar, wacht hè, ik zal even met onze Tyrannodon al op pad gaan en dan zien we daar een Spinosaurus hoeveel hij er nodig heeft. Kom je mee, Angelo? Ja, Spinosaurus. Ja, wat is Spinosaurus? Gespond, maar hij is niet zo hoog in level. Het is een level 16, ja. Het is niet het beste, maar ik wil gewoon een Spinosaurus in ons spel. Ja. Het is vrij slecht. Waar zit hij? Daar. Dat is een spinnen. Hij heeft één uitzonderlijke kibbel nodig. Oh. Ja, nee, ik heb al genoeg kibbel. Wil je even naar huis gaan en, en het vuur uitzetten? Dat we maar één kibbel nodig hebben. Je weet, dat vuur, je weet die kookpot, hè? Ja. Ik ga het even naar dag maken, zodat het wat makkelijker is. Hoe zet je dat uit? Gewoon staat daar uit, vuur uit. Is het uit? Ja. Oké, okay, eigenlijk, Spinosaurus heeft helemaal gedood. Holy shit, man. Maar oké, okay, we moeten dus een trap maken. Een trap. Ik zie jullie wel terug wanneer de trap gemaakt is. Mensen, ik ben dus terug. De trap is al bijna af. Maar kijk, dit is wat ik met die mod bedoel. Wilde mensen. Zie je? En zij, ik denk dat hij zijn Spinosaurus aan het is. Parasaur. Ik wil die wel even wegbrengen, maar... Ja, ik ga die gast even wegbrengen hier. Of madame hier, want die gaat onze temper pesten. Dus... Even. Die gaat hier. En buildings. Oh, wow, die hebben een base echt... Angel, die hebben een base geupgraded. Graaf. Graaf om te zien. Die upgraden hun meisjes. Zie, dat zijn alle tribes die wij ons op de server leren, dus.
Maar ik zie jullie terug wanneer de trap af is. Dus mensen, we zijn terug. De trap is al bijna af. Allee. Maar dus hetzelfde als bij de Allosaurus. Je moet hier een ramp plaatsen. Dat is eigenlijk de veiligste manier om tegen een Spinosaurus op te kunnen. Maar dus ramps plaatsen. Ik hoop alleen het slechtste dat kan gebeuren is dat de Spinosaurus uit de trap raakt en ons allemaal... Maar dat is het dus niet. Maar... Auw. Ik heb een ding te weinig. Waarom wilt jij niet plaats? Er is geen fundering in de buurt. Tuurlijk! We hebben dus een fundering nodig. Maar dus Anjo en ik zijn heel tevreden eigenlijk, om het te zeggen. Nog eentje. Maar het plan dus... Anjo gaat naar de Spinosaurus moeten gaan rennen. Hem boos maken en naar ons laten komen. Wil je de Spinosaurus afleiden? Nee. Maar waarom moet ik alles doen? Waarom moet ik alles doen, Anjo? Oké, dit is de trap dus. De Spinosaurus gaat hier invallen en daar is. Angel, zet je al veilig waar je kunt schieten? Ik ga de Spinosaurus brengen, hè. Oké, mensen. Het moment van de waarheid, hè. Nee, ik ga dat doen, Angel. Ik hoop dat je doodgaat. Oké, dus hoe gaan we de Spinosaurus pissig maken? Ga al vliegen op je pteranodon, Angel. Die gaan je kapot bijten. Oké? Ga vliegen op je pteranodon. Weg, weg. In de lucht, gewoon in de lucht. Ik ga de Spinosaurus pissig maken. Spino! Goedemorgen! Ah! Oh shit man! Ik weet niet hoeveel damage ik deed. Volgt u mij? Maar waar? Nope! Maniak! Oké, die volgt mij. Oké, die is mijn volg. Oh my god! Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, 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 hij volgt mij, mensen, hij volgt mij. Weg, weg, weg! Zit hij vast? Hij zit vast! Ja, met zwemmen! Yes! Dus dat is hoe je Spinosaurus stelt. Ja, nu mag je beginnen tranken. Dus wat we nu moeten doen is gewoon de Spinosaurus tranken, hè. Hey, niet veel doorkomt, dus dat is gewoon beter. Dus, ik zie jullie wel wanneer hij dat hier is. Oh, kijk. Hij is gewoon rap aan het. Ja, maar ik doe dat niet bij de Spinosaurus, hè. Maar ik hoop alleen niet dat hij doodgaat. Oh, Spino, ik weet dat je... Kom aan, we hebben hem bijna, jongens. Ja, we hebben hem. Lekker. Lekker, mensen, we hebben hem. Ja, maakt dat uit. Oké, en nu komt de kibbel van pas. Boom, we hebben een kibbel. Het duurt nu wel even, maar die zijn de topper dropt wel snel. Ja, het dropt wel even. Maar ik zie jullie dus terug wanneer de Spinosaurus getemd is, hè. Trouwens, mijn broer was ook bezig met dodo's neer te halen en ze te temmen. Het zag er wel droog uit. Kijk, dan hebben we een top dodo, hè. Ja, ik heb een maatje. Lekker, kunnen we niet kweken. Ah, dan kan ik een mutatievideo eens doen, eigenlijk. We hebben een dodo! Bruh. Hallo mensen, we zijn terug. De Spinosaurus is getemd. Ik weet niet waarom ik dat zo zei. Maar de Spinosaurus is dus getemd. Ik ga jullie de naam laten kiezen, maar... Maar ik glitch er helemaal in. Oké, ons Spinosaurus staat al eens hier. Laten we zien hoe goed deze is. Oh ja, maar hij zit vast. Ja. En weet ik zoveel? Ja, ik ga die even in een balletje stoppen. Zo een... eerste bal, want hij zit helemaal in de war. Dus. Oké, we zien jullie wel terug bij base. Alhoewel dat niet zo ver is. Oké, mensen, we zijn bijna bij base. Voor ons, letterlijk, zit de base. Dus... Andrew is er al. Weet je nog wat er weer? Wat zit je daar al zo rap? Maar voor, ik ga de randen op zijn plek zetten voor de volgende video. Waarschijnlijk. Oké, laten we hem even eens uittesten. Waar gaan we hem zetten? Ah, het is een haar, denk ik. Ja, het is een haar. Laten we eens zien hoe zij is, hè? Daar is ze. Ze is wel level 23. Ik ga even mijn gewicht wat lager zetten. Dingen in storage box stoppen. Voor ik weet wel, gedoe. Wat is hier allemaal dan nog in de frigo? Moet dat moet allemaal nog in de frigo. De Spinosaurus kan me bijna niet dragen. Besef dat als een Spinosaurus. Dus ja, yeah. Alle eitjes er even in. Vocal chili. Oké, en dan gaan we dat daar plaatsen. 1, 2, 3.
Is dat alles als je zwaar ligt? Oké, daar is dat. Oké, ik ga even terug naar de Spinosaurus. Ja. Zeg het. Maar we gaan waarschijnlijk in het vervolg een nog sterker Spinosaurus hebben, maar dan ga ik niet een video plaatsen. Maar ik wil even een video. Oké, ja, ik weet nog altijd zwaar vooraan. Wat heb ik? Wat weegt er hier allemaal zoveel bij mij? Ik ga die bijna vol proberen, dat is toch al bijna. Daar is het weer. Nee, ik weet nog altijd te veel. Heb ik heel veel damage zitten. Ik weet nog altijd te veel en dat is wat ervan. Pak ik jouw boom? Oké, dit. Onderkringen, vee. Slagen dan. Of is ze echt gewoon te traag? Het kan ook zijn, hè? Dat die echt gewoon te traag is. Maar dus, ja. Ik zie jullie waarschijnlijk in de volgende aflevering dan, hè. Ik weet niet wat we dan gaan tempen, een Rex. Is dat goed, een Rex? Of Dodos, ik weet het niet, hè. Voor mij maakt hij in principe niet uit. Maar, ja, ik ga het hierbij laten. En zoals weg is voor een moment, ik kom een outro toe. Maar ik ga het hierbij laten waarschijnlijk. Ik zie jullie dan in de volgende aflevering, hè. Peace.